Hallo kijkers van Shine Sprite, wat een gloednieuwe aflevering van de Pokémon Scarlet and Violet Cage Lock, waar ik word aangevallen door Tyrols met Nandoing! Nou, niet voor Milaning, maar... Verder is het zeer lekker, Rink. We gaan vandaag de Fire Spectacle doen. Yes. De Mela of zo, Mela. Hoe heet ze? Even kijken. Ja, Mela. We gaan Mela doen van de Team Starring. Niet Team Starring? Ja, zeker. Team Starring. En ik zei tegen Milan, oké, we gaan dat nu doen. En nu ga ik alsnog naar een Terra Crystal. Oh, wacht, 1 ster. Never mind. Daar krijg ik niet genoeg experience van. Ik heb tussendoor wat XP-ken verzameld. En Milaning, die is nu met Paul Mo. Ja. Aan het lopen voor de evolutie. Met een beetje geluk gaat deze beta. Nee, niet die beta. Mij de genoeg experience geven om te evolueren. En zo niet, dan krijgt hij. De Tearing. De Tearing. Dat vind ik wel een goeie. En ik denk niet dat Corvus Squire de Tearing lijkt. Dat denk ik niet, Ding, inderdaad. Ding. Nou, ondertussen ben ik Ralts gaan trainen. Met mijn Kenny die ik heb verzameld. Ik had wel uiteindelijk genoeg. Goed zo. Oh, live do. Dat hoeft niet. Kijk, en nu heb ik een Curlia. Ja. Curly. Mooiste schaap van het land. Zekerie. Brook, die is verslagen. En ga ik evolueren? Of krijgt hij de... Hij krijgt de Tearing. Hij krijgt weer de Tearing. Dit is toch niet normaal meer? Dit is zeker niet normaal meer. Change positioning. Like a ring. Oké, naar de wing. Ik ga deze kant op. Like a ring. Oké, level... 28. Oh, en dan Milaning, weet je wat ik heb gevonden in de vorige keer, of een paar keer geleden? Een Dawnstone? Oh, de Curly maar is female. Sir boy. Oh nee. Nou ja, dan wordt het een Gardevoir. Had een heel die idee. Ik had een Glade te hebben, maar oh nee, toch niet. Oh nee, toch niet. Ik had er eigenlijk wel op gehoopt, maar ja. It is what it is. It is what it is. Babbling the Beamy. Hoezo ben jij sneller? Wat ben jij een vuile hond? Letterlijk. Zeg dat welling. Eindelijk wel een. Dan ga ik wel even kijken. Kan dit ding nog wat lering? Hij kan Layering, de Master Bearing. Master Bearing. Oeh, Mystical Fire. Moet ik misschien nog bij Bob doen. Ja, kijk of hij nog wat kan leren. Ja. Kijk. Nu heeft Bob wel DM's, maar Layering van oude moves mag altijd. Zekering. Helemaal vergeten. Dat kan gebeuren. Bulldoze niet. Een caps of nee, weet zo'n beest? Dat ding? Charcadet? Charcadet. Ja, die heb ik ook trouwens. Maar is dat zo'n kadetje die je kan eten? Ja, zeker. Lekker. Okay, ik heb wel een vette Pokémon. Zeker. Ik zat er wel aan te denken om die in het team te doen, maar ik heb al een Charmeleon. Dus ja. Charmeleon. Wartortle. Tinkering. Charmeleon is toch wel ietsje beter. Ah, cutscene. Ah, oh, nee. Ja, die scene is zeker kut. Poeh. Sorry, jongen zeg. Dat is gewoon niet meer normaal meer. Inderdaad, ding. Oké, Bob. Change movings.
Oké, hij heeft ook gewoon echt schijt. Nee, oké. Setting. Team starring, here we Here coming. we coming. Heb je al überhaupt iets van level 35 nu? Nee, ik doe uitkijking, want we moeten nog een volgende gym verslaan voordat we over die 35 heen mogen. Ah ja. Heel goed. Ik heb wel twee water-Pokémon in, dus het moet wel goed komen. Ah Ik zie Nummelings. I don't like Nummelings. dat zijn wel vervelende dingetjes. Kijk, welke heb jij gekozen? Charmeleon, Zoomerill En Bob. en Bob. Bob is wel een goeie. Jordi had een Shiny Bob. Ja, oh, Pokémon Going. Ja. To Ibiza. To Ibiza, hein? Yeah, we're going to Ibiza. Pokémon Oh. Going to Ibiza. Go. Die Pokémon go to the polls. Ik one shot die Hounder. Oh, een cadet. Kill the cadetting. Ah, slaagding. Oh, je beeld liep heel even vast. Dat moeten we niet hebben. Nee, zeker niet, Ink. Man, crazy strong. Ah, weer cutscene. Nou. Milaning, aankomende vrijdaging heb ik weer een game om te spelen. Welke dan heen? Persona 3 Reloads. Oh, weet je welke gaming ik wil halen, heen, misschien? Welke wil jij halen? Another Code. Another code. Dat is vorige week uitgekomen. Kijken. Misschien. Het is een verhaling en puzzeling game, net als Layton, maar dan anders. Is dat met die Dan chick een. met het witte haar? Oh Ja. ja. Het is dan remaking ook. Klopt. Het is een Switch game, tuurlijk is het een remake. Het zijn alleen maar remakes tegenwoordig. Wow. Marshmela. Mellow, Mela. Marshmallow. Oké, laat ik haar verslaan in. Met welke gore Pokémon in begint zij? Ik zeg ik niks in. Wowing. Nou ja, ze heeft maar twee Pokémon, dus het is niet echt heel bijzonder. Met een. Oh ja, dat had je trouwens net gezegd. Met Ja. draad zeker, of niet? Huh? Heeft het beest draad? Ja. Godverdomme. Maar dat is niet eerlijk, King, want dan heb ik niks aan water Pokémon, King. Ik ga toch Bubble Beam doen. Zo ben ik dan ook alweer. Oké, het doet echt geen damage. Dat is kut. Kleersmog. Oeh, dat deed wel damage. Waarom deed dat precies damage? Het is een poison type moving. Oh, daarom doet de damage. Dan ref ik hem gewoon heel pleeg. Oh, dit is echt niet goed. Hij heeft een hele goede defense. Dit is niet goed, ding. Leave Azumarill alone. Gelukkig heb je meerdere. Meerdere water-Pokémon bedoel ik dan. Let's go to the Bob. Die Let's kan go to namelijk the crickets doen. Bob, Bob, ja, what the fuck, maat. Hoe dan? Dat was echt niet normaal weer, zoals Mark Evans zou zeggen. Nou ja, jij mag ook wel wat geluk hebben, toch? Natuurlijk, hè. Ja, anders is het. Slammy! Ja, dit doet. What the fuck is er met die Torkoal aan de hand? Heeft die defense van 1 miljoen of zo? Ja, Torkoal heeft een hele goede defense. Wapping. Dan ga ik ook Mella doen. Ah, nou Hey, daar the gaat de harsh zon. sunlight is essentially gone. Nou, hoppatee. Weg met Aquatailing. die Torkoal. Wauw. Operating. Heb je een Mella zonder make-up en zeg maar de outfit gezien? Nee. Nou, het ziet er niet uit, ding. Wat? Zo ziet Are ze you er veel beter. shaming? Ja, maar zo ziet ze er echt veel beter uit.
Ja, maar mensen mogen gewoon natuurlijk King zijn, Nendoing. Ja, maar ze ziet er veel cooler uit met make-up. Want ik kan lying. Ik doe zo'n aquastaart. Wauw! Oh, Nendoing! Dat deed veel damage. Is iets minder op het een. Blazing Torque? Ja. Schiet met modder! Kabooming! Dat had ik ook nog kunnen doen, dan had jouw speed heel hoog geworden. Mm-hmm. En dat had je uiteindelijk van me gewonnen. Yep. Dus ik ben heel blij dat ik niet geswitcht ben naar Mitchell. Inderdaad, ding. Ah, ik krijg ook nog een crit van de Torkoal tegen. What the fuck? Heb jij toevallig een... En zo'n dinky dat jij gewoon alleen maar crits tegen krijgt. Een ability. Ja, blijkbaar. In plaats van Lightning Rod, Crit Rod. Ook nog geburnt. Volgens mij had het ding zelfs Shell Armor, dus wacht. Het is gewoon Torrent. Ik mis 2 keer de mudshot. Ik ben zo hard in mijn kontje gebonkt. Daar word je bang van. Fading. Oké. De D-Watt is een beetje aan het doodgaan. Ja, ik ga nu ook switching naar Mudbray. Oh, weer geburnt. Krijg de tyfus heen. Is een speed niet inmiddels keer 6? Want Zou je wel verwachting, hè? Ja. Oké. Kijk even de planeet Aarde op zijn hoofd. Hoe durft hij? Hoppatee, horsepower. Maar wel een hoge. Hoge horsekracht. Latering. Bubbling the beaming, daar gaat het. Een stermobieltje. Lekkering. Dag, Marshmela. Over je. Uh-oh. Stay jumping. Oh! Lekkering. Nou, die doet Blazing. Volgens mij is Blazing Torque ook fysiek, maar. Had jij dat filmpje gezien die ik gisteren stuurde? Nee, nog niet. Oh, die moet je zo even kijken. Okay. Eigenlijk in een aflevering. Oh, man. Even kijken. Kijk hoor. Moet ik wel oortjes in doen? Of, Nee, dat hoef ik niet doen. Okay. Even kieken. Wat gaat hij? Hij gaat alleen maar over heat spammen. Omdat mijn defense nu plus 3 is of zo, of plus 2. Haha. Loser boy. Ja, nu is het gewoon voorbij. En nu mist hij met overheat. Wordt hij keihard afgestraft. Oeh, dan moet hij zo meteen weer een cage match doen. Dit is de mogelijkheid om een gelijk maker rank te maken. Figuring. Het grappige is, dat liedje is dus van degene die het niet wist. Serieus? Ja. Dat, die vrouw die de niet op het liedje kwam, zeg maar. Ja. Dat is haar liedje. Oh. Dat is waarom er boven staat die keer dat Kelly Clarkson haar eigen song, liedje niet wist. What the freak. En dat is op zich een grappige video, maar het was extra grappig omdat ik niet wist dat Since You've Been Gone zou komen. En dat is een meme van ons. What the freak, man. Volgens mij is Kelly Clarkson ook niet voor heel veel nummers bekend. Nee, okay. Alleen maar voor Since You've Been Gone. Serieus? Weet ik niet hoor. Weet ik niet. Voor ons wel. Even googling. Kelly Clarkson. Mela mag wel even nieuwe schoenen kopen, hè. Nee, is fucking cool.
Fucking cool. Wat ja, heeft ze aan? Even, vleugels. Even goed zien. Even kijken hoor. Breakaway. Nee, ik ken echt geen enkel nummer. Lol. Maar dat nummer heeft ook nooit in de top 2000 gestaan. Mm. Nou ja, twee andere nummers wel, maar die ken ik niet. Ja, dat is mijn moeder weer. Dat is weer met Kenta. Wow. Ik dacht, wat gebeurt er? Ja. Waar is je deur? Nou, het is echt niet normaal. Gewoon het geluid. Maar zij horen het ook gewoon wat ik zeg beneden. Kunnen ze het gewoon verstaan? Ja, dat is echt niet normaal. Dus eigenlijk, als ik heel te veel geld heb, dan moet ik van die sound dingen halen. Van die schuim dingen. Ja. Maar die zijn volgens mij wel tering, during. Ja, dat zei iemand anders laatst ook al. Dat ik echt dacht van, echt? Geluidsscherm of zo. Ja, of schuim. Schuim. Nou, je moet een beetje kijken hoeveel decibel je wilt tegenhouden ook. Kijken. Laten we zeggen die van 5 centimeter dik, hè? Ja. Even kijken, hoeveel krijg je dan? Dan kun je kiezen hoe groot. Nou ja, laten we zeggen... Tantu groot. 150 centimeter bij 200 centimeter. Ja, dat is best groot. €70. Oké, maar dat is dan één paneel? Ja, volgens mij wel. Want er staat dat is best... Maar dat is wel een groot paneel. Je hebt toch ook van die kleine paneeltjes? Ja, ja, ja. En dat is dan... De kleinste is 50 bij 200 centimeter. Niet 25 euro. Ik dacht dat er echt van die 30 centimeter bij 30 centimeter tegels waren. Ik niet weten. Ik ook niet, ding. Maar we moeten wel gaan matchen voor de Kate. Zeker. En gelukkig hoeven we de code niet meer in te voeren. Lekker. Ik zal jou even naar beneden doen, zo. Ja, ik heb jou al Link battling en single battling. Welkom bij de gloednieuwe 100 miljoen duizendste case match van deze serie. Pot for dreeing. Dit is toch niet normaal meer? Zeker niet. Oké, ik heb een voorstel voor de volgende. Laten we Orphworm doen hierna. Ja. Die is level 29. Huge idee. Hij is staal, hè? Een stalen Pokémon. Het is een, volgens mij een stealing Pokémon. Pure? Ja, puur staal. Okay. Oh, ik ben echt kapot, Doming. Alweer, ring, omdat je de code hebt verwijderd, ring. Nee, ik heb het internet niet aan. Maat. Noob move. Ik ben echt gewend om hem uit te zetten na elke keer. Ik moet hem gewoon niet uitzetten. Zo. Nu moet ik je wel kunnen vinden. Ik wel zeggen. We moeten de mensen vermaken met zo'n cage battling. Ja, en die gaat nu al komen. Z-green. Z-green. Oké. Okay. Oh, ik mag weer de regels bepalen. Nou, prima joh. Bepaal lekker een end heen. Yes. Dat ga ik z-green doen, Ing. Welke Pokémon zal ik kiezen, Ing? Bam. Even de summary checken. Oh, je kan niet naar beneden. Ik denk oprecht dat dit de beste is. Oké, op hoop van zegen. Er is één Pokémon, als je die hebt gekozen, dan kan ik daar nooit van winnen. Met geen enkele van mijn Pokémon. Nou, dat betwist ik. Je hebt één Pokémon in je team, dan kan geen enkele van mijn Pokémon van winnen. I do be betwisting, maar goed. En het is Gardevoir. Oh. Kutzoying!
Ik denk dat ik dan nog oprecht de meeste kans heb met Azumarill. Want de rest is allemaal echt... Maar ik heb hier niks aan. Oh nee. Lekker voor je ink. Het werkt echt allemaal tegen. Oprecht. Dit is kut dat ik als tweede ben. Hoezo? Ik kan je nu niet raken. Dat weet ik. Ja. Oh, ik had verwacht dat je Calm Mind zou doen om te setupen. Ik heb geen Calm Mind. Ah. Oh mijn god. Okay. Nu ben ik volgens mij als tweede. Ja. Ja, of je moet missen, maar... Ja. Eerlijk, er is nog maar één manier om te kunnen winnen. Ja, als je Hyrule hebt, dan win je. Still zooming good! 4-4, boys and girls. Fucking 30 minuten gegrind voor XP Candy en ik kies hem gelijk. Ik kies voor Revive voor op Azumarill. Nou, het staat nu gelijk. Ja, 4-4. What the fuck? Waarom was het? Als het... Gleed. Ja, als ik Gleed had, dan had ik gewoon kunnen winnen. Ja, maar dan werd je fight en had ik player off kunnen doen. Ja, maar Gleed, die kan volgens mij met Move Tutor gebeuren, kan die Leaf Blade leren. Ja. Dan was jij Since You Begon. Ja. Nou, doe ik er voor. Lekkering. Minigoete, dit is toch niet normaal meer. Oké, nou ja, Pokémon gaan vangen. Wordt wel spannend zo, en dat vind ik dan wel weer leuk. Ja, dat wel. Dat is Eekering. Godverdomme, moet die Psycho maar weer... Flikker op. Ik kan je niet meer gebruiken, joh. Oh, en mijn Diebold is bijna dood. Ja, ik deed ook even snel healen, want Azumarill is geburnt en Bob is geburnt. Ze hebben allemaal van het vuur. Nee, in ieder geval kan ik de Orvorm wel aan met wat ik heb. Maar eerlijk, ik dacht echt hypnosis, dat is de beste optie wat ik kan doen. Dat viel vies. Tegen. Ja. Kijk, kan Gleed überhaupt? Heeft hij Trace? Volgens mij leert hij Steadfast. Stability. Steadfast of Sharpness? Fuck. Is het Minecraft? Fuck, ik wou dat het had. Ik wou dat het een mannetje was. Nu al helemaal. Ah, nee. Dan denk je, hop, heb je zeg makkelijk te vangen. Oh nee, toch niet. Oh nee, toch niet. Gaat hij toch Eton doen? Ik ga zo'n bekentje vangen. Ga je zo'n bekentje vangen? Nee, beken, hè. Ah, bacon. Het is een varken, daar kan je bacon van maken. Ah. For up the sandwich. Ah, geen bacon. Nee, sinds jouw bacon heb ik net uit mijn team gehaald. Ah. Lechonk. Lechonk. Nu gaan we zo'n lijpe Murkrow vangen. Lekkering. Is het bij jou s'nachts? Ja. Oh. Misschien dat ik dan... iets met mijn Switch tijd heb gedaan. Ja, is het niet omdat we allebei een andere game spelen, kan dat? Nee. Oh. Nee, dat was alleen echt Sun and Moon. Zon en maan. Potverdorying. Potverdorying? Ja, potverdorying. Ik gooi een bal en dan gaat er niet in. Hoe durft hij de auto te stelen? Ja, hoe durft hij de auto te stelen, inderdaad. Echt, als ik een shiny vind in dit project... Laat het alsjeblieft geen Lechonk zijn. Alsjeblieft niet. Nee. Nee. Dat wil ik absoluut niet. Oké, Lechonk. Nee, ik wil niet de Tauros vangen. Tauros is super moeilijk om te vangen. Precies. Tauros is echt een bitch. Een bitta. Oh,
En dan laat hij me... Oh, nee. Leave Britney alone. Echt, hè? Kijk, ik heb als het goed is nog een pokerdol. Juist. Goodbye. Zo, gelukkig had ik dat bij me. Vang wel de Litleo. Heb ik nog een beetje variatie om over te ruilen. Maar ik denk dat hij niet gelijk in de bal gaat. Dus ik doe wel eerst even een tackle. Ja, nee, hij moet in de bal. Hij moet zeker waiting in de bal in. Deze Hoppip kan echt de tiefs krijgen. Ja, dat vond ik ook. Zeker nu die stunsport, maat. Leave Azumarill alone. Inderdaad, denk ik. Oh. Gaat gewoon niet in de bal. Dat is niet fijn, Ink, dat hij niet in de bal gaat. Mm-hmm. Je zou maar op een gegeven moment die coin Pokémon krijgen, dat je dan al die coins moet verzamelen om Golden Go te krijgen. Oh nee. Dan wordt hij geboxed, Ink. Oh my mean good thing. Even kijken, ik pak wel de fucking mudbray. Die boomerwan happening. Pokemon in, gonna catch 'em all. Ooh, gonna catch 'em all. Laten we voordat we deze aflevering gaan beëindigen nog even onze nieuwe team boys and girls gaan fixen. Hehe, een critical capture. Dat vind ik een zeer peuk plan. Ik ben van de puikplannen. Ja. Dat is mijn trademark. Hey jonge dame, zeg waar is het vijfje? Ik ben altijd partij voor een vijfje. Ach, nu kan ik er niet meer op het land komen. Wacht. Huh? Oké. Okay. Huh? Ah, zeker omdat ik tegen de muur aan stond, ook weer apart. Even kijken. Dat je tegen de muur praat. Inderdaad. Wat doe jij nou? Waarom zou je dat doen? Van wie is dat ook alweer? Van Niels On. Ah, van SMS Niels. SMS Niels On. Niels On. Sexy als ik dans. Mm-hmm. Dolfijnenboy girl? Dolfijnenboy girl? Ja. Oh. Je weet dan niet welke dit is. Ja, dan moet je even checken. Penny Zen. Ah, oh, dat is niet de coole. Geëvalueerde. Nee, dat is Palafin. Maar goed, het is een heel gedoe om die vorm dan te krijgen. Ik weet niet of je communication and the rings. Freaking. Dan moet je meer connecting. Doe die interwebbing. Is de hele internetwing weg? Nee, dat niet. Nee, want dat zou je ook niet meer bij mij in de call zitten, toch? Nee, ik bedoel, van de Switch was ook niet per se de hele internet. Ah. Het was ook niet dat de game uit internet. Ah, vandaar. Mode. Doeps, Kloos. Ik heb al Venonetting. Ja, die heb je pas Venonet. Nee, zeker niet. Ik let in op, hè. Seeing. Wajo, duplication, hè? Ja, duplication glitching. Wajo, is dit toevallig Tears of the Kingdom? Ja. Ja, ik had verwacht dat je zou zeggen, is dit de penny streaming? Oh ja, nee, maar wij zijn niet van de cheating. Nee, vandaag ging die ding. Hé, hey, Froakie heb ik al gehad, toch? Ja. Ja, Froakie die ging sinds you been gone toen. Inderdaad, ding. Dus Froakie gaat ook weer sinds you been gone. Ja, nee, ik denk dat je dat ook wel wil, want je hebt al zoveel watertypes. Mm-hmm. Wel, maar mijn watertypes doen het wel goed tegen jou. Dat is waar. Zo waring? Als haring. Als haring. Gaan we nu met elkaar? Nee. Destiny. Destiny bonding. Dit is Destiny. Wat krijg ik? Lynx, nee, wat is een ding? Shinx. Een standaling. Holy Shinx. Meskaiman. Dat is sowieso een Spaanse naam of zo. Lickery. Van Sendaal. Kunnen we checken. Even koekeloering. Oké. Okay.
I did an oopsie. Ah, man. Oh, hij is Frans. Level 60. Dit is wel heel setting. En dat was een Moxie. Bad for Dreaming. Bad for Dreaming. Moet ik toch weer afscheid nemen? Een afscheid nemen bestaat niet. Nou wel, als het gaat om deze Pokémon helaas. Volgens dat liedje toch? Ja, volgens dat liedje, maar niet met Pokémon in Glory. Oh. Dat wordt het niet in, helaas. Zit er een mouw om, Pinball? Even kijken. Oh. Lekker. Hij is aan het snooping, die guy. Ja. You do be loving snooping. Zeker, ding. Oeh, Scyther. Maar die kan ook... Oeh, Alolan Sandshrew? Een hele interessante Pokémon. Deze... Boomer. Deze Pokémon zou ik best wel in mijn team willen, eigenlijk. Not gonna lie. Goeie. Ah, man. Ook nou, weer. Wat een losering, boy. Die ook de hoog in. En ze vangen het gewoon een ruilershut. Ja. Maar goed. Op zich wel Smarty Panting. Ja, als het gebreed was het wel kut. Ik had een instant. Gaan we met elkaar mee? Maar daar heb je niks aan. Dan kan je weer gaan ruilen. Nu heb ik een king. Oh, nee, maar dat is wat doet. Kut hond. Ik hoop dat deze te hoog level is, maar ik ben bang voor niet. Nou, ik ben blij dat ik die Jigglypuff niet meer hoef te accepteren. Weg ermee. Gadverdamme zeg, weg ermee. Je hebt wel de Jigglypuff magnet. Ja, blijkbaar. Volgens mij heb ik al... Ik moet die gloren ophouden, nou. En weet je wat nog het grappige is? Jij hebt nu je 3 mons, toch? Ja. Yeah. Ik heb nog geen enkele nieuwe. Yeah. Ik heb alleen maar dupes of de hoog level gehad. Voor de mensen thuis, dit is mijn box. Mine Goethe. Oké, laat alsjeblieft iets zijn wat ik mag hebben wat vet cool is. Nou, ja, maar Duskull, dat is ook weer waarschijnlijk level 60. Dit is een gebreede Duskull. I don't know, man. Manifesteren, Nandoing. I don't know, man. 69, nice. Ah, nice. Had wel de goede nature. Nou, wel. Dusklops en Dusknoir zijn altijd traag. Pop. Pam, pam, pam. Dat is dikke strong thing. Inderdaad, ding. Ik hoopte eigenlijk dat je Jumpluff gebruikt in de vorige cage match. Nee, ik ben toch geen dompie. Nog Mystical Fire kunnen doen. Dat vind je leuk, ding. Stakering. Oeh, dit zou nog kunnen. Ik had verwacht dat ik hem niet zou winnen, zeg maar. Ik dacht, als je Gardevoir... Oeh, die is leuk. Ah. Ik had verwacht van, als je Gardevoir gebruikt, dan kan ik niet winnen. Nou, ja, toch wel. Nou. Ah. Ik was even vergeten dat ik Bounce had, en Bounce is best wel nice. Ja, zeker. Maar volgens mij is het wel 80% accurate. Klopt, maar dat is op zich wel de kans waard. Ik weet niet eens of ik een Ice Stone heb, want ik had wel aardig wat stenen, maar ik dacht dat ik geen Ice Stone had. Maar dat stempeling, gewoon de berg hopping en dan alle items in oppakking. Sleeping. En dan vind ik hem wel. Oké, okay. Nou, dat is dan de eerste Pokémon. Ja, had je de Vulpix? Ja. Nice, ja, die is de level 1. Oh! Ja. Yeah. Die is te hoog level. Nee, joh. Dat is een black and white Pokémon. Die evolueert allemaal fucking laat. Sunglasses. Volgens mij kan die wel rond level 35 evolven.
zie. Jammer, joh. Wacht. Sandile. Ik dacht dat hij echt pas... Nee, hij evolved op level 29. Ja. Dus het had hem wel kunnen zijn, maar ja. My bad, ain't. Dus elke keer als je eigenlijk wil dat je gelijk wondertreek Pokémon krijgt die je kan gebruiken, dan krijg je het niet. Klopt. En als je ze krijgt, dan is het altijd dingen als Scatterbug. Deze week niet. Het is mogelijk, maar... Ja, het is, zeker, het is zelfs mogelijk op level 1. Ja. Poltergeist. Ah, het is de phony. Jammer, joh. De phony vorm. Even kiki. Ja. Nice. En het is ook wel level 1. Ja, het is een competitive Pokémon zelfs. Oké. Okay. Even kijken wat de laatste is. Nu is het waarschijnlijk weer iets wat ik moet terughuilen. Dit wordt een Steenie. Toxel. Oh. Toxel. I love Toxel. Wel een happiness, maar dat is tegenwoordig niet zo moeilijk meer. Nee, toch? Volgens mij was hij level 30. Nee, is het geen happiness? Oh. Even kijken. Hij is level 1. Let maar op. Maar er staat natuurlijk niet level bij. Even kijken. Nee, level 30. En level 1. Nou. It is what it is. Let's go. Gaan we nog door? Nee, maar ik zit midden in een battle. Oh, oké. Okay. Deze vuile hop-up is mijn Fuey Coco aan het vermurden. Pot for dream. Ik denk wel dat ik Toxel erin ga kwakken. Oh, dat is Poltergeist. Dat is de verkeerde Pokémon. Oké, en gelijk die candy erin pompen. 1 M candy. Ja, dit is wel echt spijtig. Goed, ik wil je bedanken voor het kijken van deze aflevering. Vond je dit een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog en dan zie je graag bij de volgende keer weer. Adios amigos!